De parlementaire discussies over een model ter wijziging van het kiessysteem hebben vruchten afgeworpen. Het heeft geresulteerd in twee wijzigingsmodellen. Dit zegt advocaat Serena Esset tegen de STVS-redactie. Esset heeft samen met een deskundig team, met daarin Hugo Fernandez-Mindes, Lothar Boksteen, Hans Breeveld, Jules Weidebos en Jules Adjoya, intensieve gesprekken gevoerd met het parlement om consensus te bereiken tussen de fracties. In dat rapport is dat niet het team dat modellen heeft bedacht. We hebben aan de partijen gevraagd wat zijn hun voorstellen, reden waarom. De verschillende partijen denken al heel lang na ook over dit vraagstuk. Partijen hebben bijvoorbeeld wetenschappelijke bureaus en allerlei dingen. Dus we dachten we gaan niet proberen om modellen op te leggen. Het is beter als we samen de voorstellen van hunzelf bediscussiëren. Belangrijk daarin is om te weten dat de rol die we hebben vervuld is om ook deskundige assistentie te verlenen over de toetsing van elk model. Want je kan zoveel ideeën hebben, maar het belangrijkste is dat het idee wel moet voldoen aan de eisen van de grondwet. Dus daarin hebben we ook geassisteerd en natuurlijk ook fungeren als brug tussen partijen om hopelijk consensus te bereiken over één model dat uitgewerkt kan worden in een wetsvoorstel. Esset zegt dat er vijf modellen waren waarover breedvoerig is gediscussieerd tijdens de academische week in de Nationale Assemblée. De twee die eruit zijn gerold zijn vandaag gepresenteerd. Volgens de advocaten gaan de partijen nu een keuze moeten maken. Het model dat wordt gekozen zal vervolgens uitgewerkt moeten worden tot een initiatiefwet. De twee modellen komen in grote lijn op in. En dat noem ik even voor het gemak optie A en optie B. Optie A komt erop neer dat er een wijziging is van de kiesregeling, met name die zetelverdeling. Waarom was het eerst onrechtvaardig? Omdat er de zetelverdeling niet op een evenredige manier werden toebedeeld aan de districten. Optie A beoogt dat te corrigeren door de districten die zetels toe te bedelen waar ze recht op hebben. Dat is het doel van dus dat model. En het andere model houdt in een gemengstelsel, waarbij het uitgangspunt is om zoveel als mogelijk zetels toe te kennen aan die landelijke evenredigheid. 41 zetels zijn daarvoor geallockeerd. Maar omdat mensen het toch belangrijk vonden dat de districten goed vertegenwoordigd zijn in DNA, is dan voorgesteld om 1 zetel per district toe te kennen, waardoor je 10 zetels hebt per district voor de districten en 41 landelijk. Dat is in een nutshell waar ze op neerkomen.